Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe week vlog. Het is vandaag maandag. Hoeveel september is het eigenlijk? Even kijken, 26 september. En als je veel zin hebt in deze week vlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is dus maandag, nieuwe week. Ik heb er echt mega veel zin in. Ik ga weer allemaal leuke dingen doen. Vorige week vlog is ook echt super leuk geworden met mijn diploma uitreiking. En naar de kapper, dus ga die ook even kijken. Verhuisvideo's, echt een aanrader. Even reclame voor mezelf. En hier heb ik een video voor Xenas opgenomen. Ook heel leuk. Ik ben nu zo blij met mijn huisje dat het echt bijna klaar is. En ik ga nu weer werken. Ik ga ook proberen weer wat te filmen op werk. Volgens mij vinden jullie dat wel leuk. Dus ik ga mijn best doen. In ieder geval, ik zal even mijn outfit laten zien in de spiegel. En dan moet ik echt gaan. Ik heb namelijk dit aan. Met mijn nieuwe schoenen. Oké, lieverd, luister. We hebben zo het controledikte. Dat is de lichtblauwe kant. Dus misschien heb je nu de andere kant. Maar je gaat schrijven bij de lichtblauwe kant. En daar heb je staan blok 1. Blok 1. Daar staat controledikte blok 1. Je gaat straks, krijg je weer 10 zinnen en je krijgt woorden. Het is belangrijk dat je denkt... Een zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. Denk rustig na. Denk aan alle spellingscategorieën die we hebben gehad. Schrijf netjes, want als ik het niet kan lezen, dan moet ik het helaas fout rekenen. Dat zou een beetje zonde zijn. Stel nou je denkt, het gaat een beetje snel. Steek dan even je hand op, want dan kan ik even denken, oh, dan wachten we nog eventjes. Dus iedereen heeft nu voor zich liggen... Controledikte blok 1. Het is vandaag woensdag. De kinderen zijn al naar huis. Ik heb eigenlijk echt niks gefilmd. Maar ik heb dus vanavond een event. Waar ik samen met Donna naartoe ga. Dus ik ga nu nog even snel dingen op school afmaken. En dan ga ik naar dat event toe. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik zal er straks even iets meer over vertellen. Ik heb nu alles nagekeken. Dus dat is top. Ik ga nog even wat eten. Bord klaarmaken voor morgen. Oh, dit moet ik even doen. Dus eigenlijk dat. Oké, ik ben alweer een tijdje thuis. En ik ben me dus nu aan het klaarmaken voor dat event. En ik heb dus net mijn haar gekruld met de Dyson. Ik had dat filmpje van Joy gedaan. Die, weet je wel, van Joy van Beautiness van vroeger. Die zag ik op TikTok. Dat ze haar haar ging doen. Ik dacht, nou laat ik het een keer proberen. Aangezien die Dyson bij mij echt niet doet. Dacht ik, ik kan het een kans geven. Dus dat heb ik net gedaan. Ik ga dan zo deze clipjes eruit halen. En dan hoop ik dus... Bij haar blijft het 5 dagen zitten. Ik ben benieuwd. En ik heb dus nu een outfit aan, maar ik vind het niet leuk. En ik weet niet wat ik aan moet. Ik vind het echt zo lastig. Eigenlijk boeit het natuurlijk helemaal niks. Maar ik vind dit gewoon een beetje saai of zo. En het is zo groot boven groot. Dus snap wat ik bedoel. Dus ik ben aan het kijken, maar ik weet het gewoon echt niet. Ik vind het heel lastig. Wat ik aan moet... Echt heel lastig. Ik dacht, misschien doe ik wel een keer een witte blazer aan. Ik ga dat gewoon doen. Ik ga een witte blazer aan doen met een wit shirt. Met een spijkerbroek. Ik ga het even proberen. Oké, ik ga ze er nu uithalen. Oh. Ik hoop niet dat deze voor een knik heeft gezorgd. Heb ik weer niet slim gedaan. Maar ja, in ieder geval... Ik heb het nog niet verteld, maar ik heb zo'n event van de Body Shop in Amsterdam. Want volgens mij gaan ze een nieuwe adventkalender en zo gaat er komen. Dus dan gaan we in de winkel daar alvast naar kijken. En dan ga ik daar een TikTok van maken. Dus als je benieuwd bent, moet je even mijn TikTok checken. Ik ben zo benieuwd hoe lang dit gaat zitten. Ik ben blij, we gaan in ieder geval met de auto er naartoe. We hadden allebei geen zin om in het OV te zitten. Want ik ga samen met Donna en we hebben ook allebei geen studenten-OV meer. Want we zijn allebei geen student meer. Dus we dachten, we gaan lekker met de auto. En dan deden we die kosten gewoon van de auto of zo. Oh, het is echt mega heftig. Ik hoop dat dit zo heel erg gaat uitzakken. Voor de blauwe. Zie er gaan. Boost. Oh, sorry. Wat vinden we ervan? Ja,
Nou, echt, het is een heel ding. Dit is Janderfee. Ja, dat is mijn vee. Oh, ja, voor de droge benen in de zomer. Nou. Oh, dan zie je dat je Nee, wel hoor. Dat moet gewoon even scherp stellen. Nou, wij waren net op het Body Shop Event. Woehoe. In Amsterdam. Dit is en we hebben dus een nieuwe adventkalender. Maar die waren niet nieuw. Nee, het waren gewoon de adventkalenders. Gewoon de adventkalenders. Ja. Mm-hmm. En we hebben een goodie bag gekregen. Maar hij is wel een beetje verregend en ja, het is echt slecht weer. Ja. Als eerst mochten we een refill kiezen. Ja. Shampoo, conditioner of ik verstond het eigenlijk het andere niet. Douche gel en body lotion volgens mij. Oh, oké. En we hebben allebei een conditioner gekozen. Deze, chill. Van hoe spreek je uit? Shea butter? Ja, volgens mij wel. Nou. Oh, dit is die peeling. Dikke peeling, heb ik hier. De liquid peeling. Oh, dat was insane, hè? Ze smeerden bij iemand op en al die dode huidcellen kwamen. De hele dode huid kwam er af. Ja, de hele dode huid. Ik ga stuk. Oké, wat niet meer. Shower gel. Oh, wat anders. Ik heb dit. Body lotion heb ik. Ik heb shower gel. Ik heb body lotion wat olie wordt volgens mij als je het opdoet. Ah, en ik heb... En hoe ruikt... Wat is dit? Wild pine. Is dat... kaneel, toch? Denneboom. Ja, kaneel, denneboom. Oh, het ruikt echt... Oh, het ruikt naar nee, kerst. Ik heb die ook, hoor. Huh? Maar ik heb niet die, hoor. Die jij hebt. Dan hebben we misschien iets anders. Ik heb dit nu. Oh, nee, dat heb ik niet. Overnight Glow Revealing Mask. Nah. Oh, nee. Van de Vitamin C lijn. Leuk. Oh, wat heb jij dan? En dit. Oh, volgens mij pleurt er wat uit mijn tas. Want ik zag ook wat rons. Oh ja, dan is dit het. Het is hetzelfde ook oprecht. Oh, hè? Huh? En dit, wacht, ik ga even kijken. En... Wat is dit? Oh, voor dry lips. Nou, die laat ik in de auto liggen. Oh, die heb ik ook. Maar welke... Ik heb spiced orange. Ik dat ook. Vind ik wel lekker. Ik ook. En is een gloss. Niet... Oh, wacht. Ja, ik zou zeggen, maar mijn gloss. En een handcreme. Oh, dit vind ik heel lekker. Oh nee, een highlighter. Leuk. Oh, dat vind ik leuk. Ik vind het hele leuke producten. Dat is een highlighter echt. Kijk mijn tas. Ja. Ik wil weten wat je... Nou, ik vind het heel leuk. Dus wat hebben we nu anders dan? Ja, ik heb die vitamine C en jij hebt een douchegel. Dat is het verschil volgens mij, toch? Want jij hebt deze niet, toch? Nee, en ik heb deze. Ja, precies. Dus we hebben één product anders. Voor wat is het dan? Oh, een masker. Ja. Maar overnight zag ik. Hoe werkt dat? Ja, dan moet je het hele nacht op plaats zitten. Nou, dat was de goodie bag en we gaan nu lekker eten. Morning. Het is vandaag vrijdag. Staat even scherp. Ik had dus gisteren allemaal pakketjes gehaald en ik dacht ik wil allemaal dingen filmen. Dus ik dus mijn camera hier vergeten. Dus ik ga vanavond of morgen ga ik die pakketjes laten zien. Eén van Lovies en één van de Xenos. En vandaag is vrijdag, dus laatste dag, daarna weekend. Dus top. En ik ga nu even alles opstarten. Oké, bij opdracht 1 van les 3 staat, vul de persoonsvorm meervoud in. Wat is ook alweer de persoonsvorm? Ja, een werkwoord. Dus er staat ik kies... En dan moet je invullen bij, puntje, puntje, er nu voor om dezelfde kleren te dragen. Wat wordt dan het woordje kies? Wordt dan kiezen. Schrijf maar op kiezen. Kiezen. Oké, ik had nog een pakketje van Naked die ik heel graag aan jullie wil laten zien. Dus die doe ik eventjes in deze vlog. Ik mag altijd elke maand spullen uitzoeken bij Naked. Voor een bepaald bedrag. Ik heb ook een kortingscode voor jullie. Ik zet altijd alle linkjes in de beschrijving. En dan heel veel kijkplezier. Oké, ik ga jullie alle items van Naked laten zien. Ik heb al twee dingen opengemaakt. Omdat ik echt niet kon wachten. En het zit echt perfect. Als eerste, ik denk mijn lievelingsitem. Maar dat is dus een bruine leren broek. Ik draag de laatste tijd echt best wel veel bruin, beige, wit tinten. Een beetje zo. En ik had nog helemaal geen bruine broek. En toen zag ik deze bruine leren broek. En hij is echt fantastisch. Ik wil hem eigenlijk ook in het zwart. Maar hij is echt zo mooi. Hij sluit mooi aan. Zeker als je wat kleiner bent. Ik ben ongeveer 1,63. Is die echt perfect. Want dan is hij ook niet te lang. Hij loopt dus wijd uit. En hij zit echt mega mooi. Dus dat is deze leren broek. Ik heb hem in een maatje 38. En dat is voor mij
perfect. Hij zit wel, anders krijg ik hem niet over mijn billen, maar hij zit bij mijn buik een heel klein beetje los. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien. Maar dit is dus die leren broek. Hij is echt perfect. Hij sluit perfect aan. Ik vind de kleur ook echt heel mooi. Kijk, hij zit alleen een beetje hier een beetje los. En daarop heb ik dus dit beige topje had ik besteld voor daarop. Die is ook echt heel leuk. Ik ga hem even binnenstebuiten halen. Dat zijn namelijk de twee items die ik al aan heb gehad. Dat is namelijk dit beige topje. En hij staat er echt heel erg mooi boven. Het is dus een crop topje met lange mouwen. En hij staat er gewoon heel leuk boven. En ik heb deze ook in andere kleuren besteld. Omdat ik dit gewoon heel fijn vind onder een blazer of gewoon ergens op. En je ziet wel een klein stukje van je buik. Maar als je een high-waisted broek aan hebt, dan zie je dat bijna niet. Maar ik vind dit heel erg mooi om te dragen. En die heb ik in een maatje S. En daarbij staat het echt super leuk. En ik dacht misschien met UX eronder of zo. En daarbij dus dit beige topje vind ik ook heel erg mooi. Ik moet even een andere BH aandoen. Maar echt top. Dus hier ben ik echt super blij mee. Omdat ik dit gewoon met heel veel kan combineren. Ik dacht nog even wat extra trui voor werk. Dat is wel handig. En toen zag ik deze leuke trui. Met donkerblauw en lichtblauw. En deze heb ik in een maatje S. En ik dacht super leuk voor boven een spijkerbroek. En ik heb van die nieuwe Nike Dunks blauwe. Dus ik dacht dan past deze er echt perfect boven. Dus dat is deze blauwe trui. Oké, dit is de blauwe trui. Ik vind hem echt heel mooi. En ik denk ook dat ik hem eigenlijk toch geen maat groter had gewild. Hij zit namelijk echt perfect. En hij zit eigenlijk al wel een beetje oversized. Nou, je kan hem dus gewoon zo dragen boven een spijkerbroek. Maar je zou hem dus ook zo onder je BH kunnen doen, zodat je een stukje van je buik ziet. Het is maar net wat je leuk vindt. Dat topje die ik in het beige heb, die heb ik dus ook in het zwart. Zwart is natuurlijk altijd goed. En ik had deze topjes alleen nog maar met korte mouwen. En voor de winter is het ook wel fijn om gewoon met lange mouwen ergens onder te doen. Dus die heb ik ook in de maatje S. En deze topjes zijn echt super fijn. Ik had deze al in het wit en het zwart. Maar ik dacht, hoe meer, hoe beter. Oké, dit is dus het zwarte topje. Hij sluit echt mega mooi aan. Ik vind hem niet heel leuk boven deze broek, maar even om het te laten zien. Dus het is gewoon een simpel zwart topje. Ik ga die witte ook niet aandoen. Die beige doe ik wel aan, maar ja, dit is eigenlijk het topje. Echt perfect, omdat hij gewoon zo heel mooi aansluit. Dan heb ik een hele leuke Spencer. En deze is in een bruin kleurtje. Ja, het is een beetje een rare kleur. Hoe noem je deze kleur? Oh, ze zeggen lichtbruin. En hij is heel erg mooi. De stof is ook super fijn. Hij heeft dus een klein kolletje die je wel zo kan omslaan. En ik dacht dan leuk met een blouse eronder en dan boven een pantalon. Heel erg leuk. Leuk voor de herfst en voor de winter. En ik hou echt van dit soort dingen. Ik vind het heel erg leuk staan. Hij is ook wat langer, dus je kan hem ook gewoon, dan valt hij ook mooi over je billen heen. Dus dat is die. Ik heb deze in een maatje S. En ja, deze Spencers draag ik gewoon echt heel vaak. Ik heb er wel meer van Naked. Ik moet alleen even, ik vind soms zo'n blouse eronder niet altijd mooi. Dus ik moet eigenlijk gewoon even een goed wit shirt met lange mouwen kopen. Die er echt perfect zo onder kan. Dus dat moet ik wel eventjes doen. Maar ik vind hem echt een hele leuke kleur. Zo'n kleur had ik nog helemaal niet. Oké, ik heb hem nu gewoon eventjes zo aangedaan. Maar ik vind de kleur echt prachtig. En ik heb hem even op die beige broek gedaan. Kijk, hij is best wel lang. Dus je kan hem echt zo. Je zou hem zelfs nog als een soort jurkje kunnen dragen met een blouse onder. Maar je kan hem ook zo en dan een beetje in je broek doen. Echt heel erg leuk. En als je hier dan een beige shirt onder doet, mega cute. Dan dat ene zwarte en beige topje heb ik ook in het wit. Deze schijnt wel een klein beetje door. En hij is niet helemaal wit-wit, maar een beetje crème. Maar wel echt een super leuk topje. Ik heb deze ook weer in de maat S. En ik vind het gewoon top voor boven een spijkerbroek of weet ik veel wat. Dus dat is echt, deze topjes zijn echt heel chill. Dus als je die nog niet hebt of je hebt er nog nooit naar gekeken, kijk even in de beschrijving. Dan heb ik nog twee truien. Kijk, en het is namelijk deze trui. En hij heeft dus, de helft is dus donkergrijs en de andere helft is lichtgrijs. En ik heb dus nu zo'n donkere spijkerbroek. Dus ik dacht, misschien staat dit er wel heel erg leuk bij. Ik had hem wel even in een maatje groter moeten bestellen. Want het is een S en hij is echt best wel klein, zoals je kan zien. En ik had best wel graag een oversized trui willen hebben. Dus ja,
Maar ze hadden deze ook in andere kleuren. Maar ik vond dat grijze wel heel erg leuk. Dat je de helft donker en de helft licht hebt. Ik ben heel benieuwd hoe deze gaat staan. En hij heeft ook hele leuke, een beetje ballonmouwtjes. Oké, de trui zit echt super lekker. Maar ik had hem dus inderdaad wat meer oversized gewild. Hij staat wel heel erg leuk boven deze trui. Dus je zou hem zo kunnen combineren. Maar je kan hem ook gewoon op een spijkerbroek of op een andere broek dragen. Maar heel erg leuk. En dan als laatste heb ik nog een bruine trui. Deze kleur vind ik ietsje minder. Maar ik denk als je het leuk combineert dat het wel heel leuk kan staan. Het is ook echt een hele dikke trui. Maar deze trui heeft dus zo'n hele grote hals. En dan kan je dit zo omslaan. Bij het model zag het er echt heel leuk uit. Maar hetzelfde geldt voor deze. Is dat ik ook wel een maatje groter mogen bestellen. Hij ziet er heel kort uit. Ik heb deze in een maat S. Zo. Maar ik denk boven zo'n pantalon is dat echt top. En dan met je uks eronder. Of andere schoenen kan natuurlijk ook. Maar echt heel erg leuk. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat staan. Oké, ik vind deze trui ook echt mega leuk. Ik had hem dus wel wat langer gewild. Maar qua de bovenkant zit hij best wel goed. Ik heb hem nu gewoon even op een beige broek gedaan. Maar ik kan hem natuurlijk ook anders combineren. Heel erg leuk. Dus hier ben ik super blij mee met deze outfit. Dan was dit alles wat ik bij Naked had besteld. Neem zeker een kijkje in de beschrijving. En dan veel kijkplezier met de rest van de vlog. Good morning. Het is vandaag zaterdag. En ik heb een paar dagen zo slecht gefilmd. Omdat mijn camera elke keer op school lag. Dus dat moet ik echt niet meer doen. Want het is echt super onhandig. In ieder geval, het is zaterdagochtend. En ik heb echt mega goed geslapen. Dus ik kan er weer tegenaan. Want ik was echt kapot. Ik had nog een pakketje van de Xenos. Wat ik zelf had besteld. Ik dacht, dat laat ik eventjes zien. Pakketje van Lovis. En ik ga straks even naar de mall. Dus dat ga ik eventjes nu pakken. Want dan kan ik het laten zien. Oké, ik heb er al wel één ding uitgehaald. Want we gingen gisteren pasta koken. En ik had nieuwe borden nodig. Want ik heb dus echt van die hele platte borden. Als je er iets op legt, valt er gelijk af. Toen zag ik deze leuke schaaltjes voor pasta en zo. Ik dacht, mega chill. Dus twee zitten nu. Moet ik even afwassen. Maar ik heb deze dus drie keer. Echt een heel fijn schaaltje voor pasta en allemaal dat soort dingen. En verder had ik nog wat andere dingen besteld. Namelijk, deze had ik ook in de video unbox. Want ik heb dus een Xenos video opgenomen. Alleen, er was iets opgevallen. Toen viel deze om en toen brak die. Zo mega zonde. Dus ik dacht, want ik wilde hem eigenlijk echt zo graag. Dus ik heb hem gewoon opnieuw besteld. En nu hopen dat deze wel heel blijft. Ik moet er alleen even een batterijtje in doen. Dat ga ik zo gelijk even doen. Ik drink dus best wel vaak thee. En toen zag ik deze voor je theezakje. Echt mega schattig. Ik heb dit soort dingen dus nog niet. En ik dacht, ik vind het wel leuk. Dus ik heb er twee besteld. En ze waren echt maar 1 euro. Deze keer zit het wel goed ingepakt. Dus dat is fijn. En nog eentje, heel schattig. En ik zag deze vaas nog in de winkel. Die vond ik ook heel leuk. Hij is wel iets meer grijs dan ik had verwacht. Maar ik denk wel dat hij heel mooi ergens bij gaat staan. Dus die ga ik ook even ergens neerzetten. Dat was dus van Xenos. Maar ik heb ook nog een pakketje van Lovis. Namelijk een setje met een blouse. Deze blouse. Ik zal hem zo even aandoen. Maar in ieder geval deze blouse. Heel leuk. Met daarbij een bijpassend rokje. Maar dat is dus een broekrokje. Echt heel cute. Dus die is heel leuk als setje. Of dan met een gilet eroverheen. En nog een heel leuk jurkje met bruin. Namelijk deze. Die dacht ik, die is wel weer heel leuk voor school. En dan ook met een gilet of zo eroverheen. Maar dit komt dan nog wel in de weekvlog. Dan ga ik het wel aandoen. Ik ben zo wit. Ik heb al heel veel cholesterol erop zoek gedaan. Maar ik voel me echt zo slecht. Ik ga even in bed liggen. Ik ga even een TikTok voor Lovis opnemen met het nieuwe setje. Dus ik dacht, ik laat hem gelijk even zien. En daarna ga ik even naar de mall toe. Ik heb mijn make-up ook gedaan. Ik ga nu even een liedje kiezen. En dan ga ik even hier een TikTok mee maken. Oké, ik heb de TikToks opgenomen. En ik heb nu gewoon een basic outfitje aan. En ik ga dus nu even naar de mall. Maar ik ben dus echt al de hele dag zo misselijk. Maar ik heb dus nog niks gegeten. Dus ik zit nu echt een beetje van, ja, ik moet toch wel iets gaan eten. Want als ik helemaal niet ga eten, is het ook echt niet goed. Maar ik heb gewoon echt geen trek. Dus ik zit even na te denken.
in ieder geval heel even een lino maken. En veel suiker. Oké, ik ben nog steeds echt mega misselijk. Moet ook echt mijn huis opruimen. Ik ben heel even naar de Zara geweest. Wat ik heb gekocht. Ik had zo'n joggingspak. Die had ik al in het beige en in het roze. En nu ook in het zwart. En ik ga hem gelijk aandoen. Dan ga ik op de bank liggen en dan ga ik er niet meer vanaf komen, denk ik. Och, ik heb me echt in tijden niet zo slecht gevoeld. En ik weet niet wat het kan zijn.